volgens mij maak ik best wel veel gebruik van lithium, maar ik heb eigenlijk geen idee wat het is. Ja, lithium is een metaal. Ja. Dus ik kan lithium laten zien in zijn meest pure vorm. Oké. Okay. Ja, dat is een stukje metaal. Dit is zoals lithium eruit ziet. Maar je haalt het uit een potje, waarom is dat? Het zit hier in een potje met olie. Ja. Het probleem is dat lithium gewoon ongelooflijk snel reageert. Ja. Vooral met lucht. Een andere eigenschap is dat je lithium als metaal kunt snijden. Wow. Het is heel zacht. En nu zien we het echt in zijn pure vorm. En het wordt heel snel, in een paar minuten, wordt het dof. Want het reageert met de zuurstof die om ons heen zit in de lucht. Wat bedoel je precies met reageren? Nou, ik vind sommige elementen, die noem ik, zeg maar, als je vergelijkt met mensen, een introvert. Die zijn gewoon op zichzelf tevreden met zichzelf. Ja. Nou, lithium is absoluut het tegenovergestelde. Het is het meest extraverte element, een van de meest extraverte elementen die we kennen. Het wil onmiddellijk verbindingen aangaan. En als we dit nou echt willen laten zien hoe reactief... Als je lithium in water gooit, dan is het, wil het zo graag binden met de zuurstof in het water... dat het water opsplitst. Kijk, water is een soort gelukkig huwelijk tussen waterstof en zuurstof. Die zijn samen. En je gooit je lithium erbij en ze splitsen onmiddellijk op. En die lithium gaat met de zuurstof verder. Een soort affaire. Ja, dit is een affaire. Ja, nee, precies. Want dit is het water. Kan ik dit erin gooien? Ja, dan doen we. Dan moeten we eventjes een beetje... Dat kunnen we wel veilig doen. Ik zie jou een beetje zenuwachtig worden. Nee. Ik heb het met een klein stukje geprobeerd. Dus gaan we het nu even met een wat groot stukje. Maar nee, dat valt wel mee. Maar kijk. Oh ja, jeetje. Wat zien we? Het drijft op water. Het is een superlicht element. Uh-huh. Hè? Lichter dan water. En dat is precies waar we het ook weer voor die batterij willen gebruiken, in die auto. En, het verdwijnt en dan gewoon, moet je lijkt het wel. Het glaasje ook even voelen nu. Het was gewoon koud water. Oh, het is warm. Ja, dat is die energie die is vrijgekomen. Zo, dus dit zit echt boordevol energie. Dit is echt boordevol energie. En het heeft dus een aantal voordelen. Het is ongelooflijk licht. Het is een van de lichtste elementen die we kennen. Dat maakt dat je heel veel lithium in een batterij kunt stoppen. Ja. En dat de batterij dus niet heel zwaar wordt. Dat maakt het bijzonder geschikt voor batterijen in auto's. Ja. Elektrische auto's. Dan wil je natuurlijk niet een ton aan batterijen onderin die auto hebben zitten. Dus daar is lithium echt heel geschikt voor. Lithium zit in onze telefoons en laptops, maar de echte massa gaat sinds kort naar elektrische auto's. In het noorden van Engeland zit een van de grootste batterijenproducenten van Europa. Maar liefst 40.000 batterijen voor elektrische auto's rollen hier elk jaar van de band. Ik mag hun fabriek bekijken, maar er geldt wel een hele speciale dresscode. So this is what the car batteries are made of? Yes, this is the electrode. So this is the key component within the car batteries. But where is the lithium then? It's already inside. Correct. So the coating that we can see contains the lithium. So this color is because of the lithium? Correct. Okay. And lithium is really critical for the good performance of our battery cells. So how does this become a battery? So on the machine, we take the electrode and we cut it into a square. Yeah. And then we stack these anode and cathode. And this is what makes the battery. And as we come down to the next part of our process, it's put within the laminate enclosures. I can't believe this is responsible for making a car move forward. So it is. It's amazing at how impressive the performance is of an electric car. Yeah. And it just goes to show how much energy there is contained within a lithium-ion battery. So did you see an increase in the production of these lithium batteries? Yeah, so each year we're probably seeing maybe a 30 or 40, even more percentage increase on the demand for electric vehicles. So 30 and 40% each year? Yes. That's a lot. A huge increase year on year for the for automotive electric vehicles. So it's not just this factory, but it's like the whole production of exactly. worldly so lithium batteries. By 2030, there will be more than 30 million EVs required each year. So that just shows the huge increase in demand that we required for the production of lithium-ion batteries. Wow. So it's going to be really, really big. So they should go faster. Go faster. Whoa. Ah,
so this goes into the car? Yeah, this is the finished pack. This forms the underneath of the electric vehicle. And how much is in here? The whole pack weighs just less than 400 kilograms. 400? Yes. So a big part of this is lithium? Yeah. This, the main part of this is the lithium ion cell that we saw being made in the earlier process. So do you have any idea where the lithium that goes inside of this car, where it comes from? Well, the lithium originally is mined, and then we refine it and inject each cell in our clean and dry room. But where does it come from? Do you have a country or a mine that you work with? It comes from, it's globally sourced, but I know a lot of the mines are in areas like South America, where there's a lot of lithium ion mines. Have you ever been there? No, I haven't. No. Do you have any idea what it's like there? No, not really, besides a large mining foundry. But you cannot tell me where the lithium that, for example, goes in this car, where it comes from, where it's originated? No, because I'm not sure where it's originated from, because it's... we buy it as a globally sourced part. I think most of the mines are in areas of South America.